Welkom bij de podcast De Verliescirkel. Ik ben Hanneke Fiddelaars van Expertisecentrum Omgaan met Verlies. En samen met Riet Fiddelaars Jaspers maak ik deze serie. We voeren gesprekken en interviews over verlies op vele gebieden van het leven. In de vorige aflevering van de podcast vertelde kinderpsychiater Binu Singh over hechting, verbinding en regulatie. In dit tweede deel gaat Riet met haar in gesprek over de kleine K, waar ouders met kinderen in dagbehandeling komen en waar ze altijd bij de eerste afspraak Binu ontmoeten. Haar motto is: It takes a village to raise a child. Dus regulatie is eigenlijk iets dat we alle dagen, heel de dag gebruiken. Dus een belangrijke vaardigheid die toch ons erg helpt bij het bewaren van ons welzijn. En dat leer je heel vroeg al, hè. Ja. In relatie met je ouders, in die hechtingsrelatie leer je dat, hoe je dat moet doen. En om dat te kunnen leren aan je kind, is het heel belangrijk dat je het zelf goed beheerst. Hè. Zoals je tegen een moeder zegt van ja, je moet wat meer voor jezelf zorgen en dan zal dat weer beter gaan. Ja, dan denk je nu echt dat die moeder niet beter voor zichzelf wilt zorgen? Tuurlijk wil die dat. Die wil niet liever. Maar hoe doe je dat? Ja. Het lukt haar niet op haar eentje. Want als ze en een hele nacht voor die baby moet zorgen en nog eens goed voor zichzelf moet zorgen, ja, dat rijmt gewoon niet. Ze heeft gewoon hulp nodig. Ja. En daar vind ik het, dat is dat co-reguleren waar ik het over heb, hè. Als een volwassene het zelf verliest, heeft hij ook weer iemand anders nodig die zelf goed gereguleerd is om u het weer te helpen hervinden. Ja. Maar als je het zelf helemaal kwijt bent, is het gewoon heel moeilijk om daar op je eentje uit te geraken. Terwijl we... Ik heb soms de indruk, en misschien is dat... Ik hoop dat het een foutieve indruk is, maar dat we zo een beetje in de self-made-maatschappij leven, meer en meer... We hebben heel veel individuele vrijheid, we hebben heel veel welvaart, we krijgen veel kansen, als je dat vergelijkt met derde wereldlanden bijvoorbeeld. Dus je staat in voor je eigen geluk, maar ook voor je eigen problemen. Zo. En je moet het allemaal maar zelf klaren. Ja. En dat is, vind ik, heel spijtig, want net als je een jong kind krijgt, heb je heel erg anderen nodig die goed voor jou zorgen, zodat jij goed voor het kindje kunt zorgen. Ik zeg heel vaak eigenlijk tegen ouders niet, ja, je moet beter voor jezelf zorgen. Ik zeg, wat kunnen wij voor jou doen, zodat jij iets kunt doen voor jezelf dat jou helpt? Ja. Wat kunnen wij doen? In plaats van, doe jij nog maar eens iets extra, namelijk ook nog eens voor jezelf zorgen. Ja. Want dan hoef ik niet te zien hoe dat jij aan het afzien bent. En dat je niet op je werk presteert zoals je hoort te presteren. En dat je veel minder vaak langskomt bij mij op bezoek. Hè. Dan hoef ik dat allemaal niet te zien als je dat probleem nu zelf oplost. Het zou veel meer moeten zijn, goh, ik zie dat het zwaar is. En dat je daar niet meer toe komt. Wat kan ik voor jou doen om daarin te helpen? Eigenlijk zou dat de reactie moeten zijn, vind ik. Ja, precies. Ja. En nu, we zitten hier op de kleine K, heet het hier. Ja. Waarom is het kleine K? Ja, als wij hier begonnen zijn, hebben we lang gedacht van, ja, wat voor een naam gaan we het nu geven? We hebben uiteindelijk voor kleine K gekozen. K staat voor het kind, dus het kleine kind of het jonge kind. Ja. En toch K met een hoofdletter, omdat we die leeftijd wel willen eren. Want hoewel het kindje nog heel jong is, hè, dus nog tussen 0 en 3 jaar, gebeurt er daar zoveel aan ontwikkeling, dat er een heel groot fundament wordt gelegd voor de rest van je leven. En ik heb daar wel ontzag voor. En dan dacht ik, ja, dan verdient dat wel een hoofdletter. Zo. En zo zijn we eigenlijk op kleine K uitgekomen. Dus jullie doen eigenlijk heel preventief werk hier voor de rest. Dat maakt dat het mij ook zo passioneert. Hè. Ja. Ik ben van oorsprong uit India. En heel veel thuis zo gedachtegoed als Ayurveda, meditatie, yoga meegekregen. Maar ook ooit te horen gekregen en gezien hè, van dat in de oud-Indische wijsheid, dus nog voor de kolonisatie en alle effecten daarvan, dat een arts vooral werd gewaardeerd voor hoeveel mensen dat hij gezond kon houden. Terwijl we vandaag de dag artsen waarderen van hoe goed kun je genezen. En ik vond dat is nu net een nuanceverschil, maar wel een hele belangrijke. En dat heeft mij altijd enorm geboeid. En
op deze jonge leeftijd gebeurt er zoveel. Ja. En dat is eigenlijk prachtig van moeder natuur, dat dat bij 80-85% prima loopt. Mm-hmm. Dan denk ik, wauw, ja. Zo'n ja. hoogslaag percentage voor zo'n ingewikkeld proces. Maar het is ook wel een heel kwetsbaar proces. Dus als het daar niet helemaal kan lopen dat het goed genoeg is, dan zie je daar heel veel gevolgen van. En je blijft dat als een soort sneeuwbaleffect zien. En in dat opzicht vind ik het... met de kraan open. Zo. Ja, en dan is het wel goed als je net in die fase, wat wij niet echt doen is... sekpsychiatrisch behandelen, maar inderdaad vroeg interventie. Hè. Dus als het begint te ontsporen, gelijk gaan ondersteunen, zodat het back on rails komt, om te voorkomen dat het erger wordt en dat het een kinderpsychiatrische problematiek wordt. Hè. Dus het is inderdaad preventie en vroeg interventie. Ik heb het gevoel dat jullie daar wel een uniek concept in hebben, of is dat niet? Wel, intussen gelukkig niet meer. Intussen inspireren we wel meer en meer mensen daartoe, maar we zijn... toen in Vlaanderen toch een van de eerste geweest die daarmee gestart zijn. We hebben gekozen om een dagaanbod te doen. Omdat ik in de praktijk merkte van je kunt jonge ouders met een huilbaby of een peutertje die nog altijd niet goed slaapt hè, of niet wilt eten of een kleutertje die woedebuien heeft... Dat doet veel met een ouder. Eén, dat raakt u gewoon in uw hart, dat uw kind zo allerlei problemen heeft. Maar dat put u ook enorm uit, omwille van de grote co-regulatie die je nog moet bieden. Hè. Dus als zij heel de tijd het moeilijk hebben, moet je heel veel co-reguleren. Dus dat kan je draagkracht echt gaan overschrijden. Ja. Dat als je dan samen met die ouders op raadpleging zit en ze tips meegeeft of denkt, probeer eens dat... dat het echt wel veel van ouders vraagt om dat ook nog eens te gaan zelf toepassen en vertalen naar hoe ga ik dat dan doen en het dan doen en dan evalueren, werkt het niet? Ja, en dan kunnen navertellen waarom zou het niet werken? En ik had zoiets van, hoe zou het zijn? Moesten we het gewoon samen kunnen doen? Want dan kan ik u ondersteunen terwijl je het doet, kan ik u mee co-reguleren, zodat jij je kindje beter kunt co-reguleren. En dat is veel meer mogelijk in een dagaanbod. Dus waar we zijn gestart, is dat ouders samen met hun kind naar hier komen. Altijd één ouder per keer, nooit twee ouders tegelijk, omdat hele jonge kinderen dyadische relaties maken. Hè. Die vormen nog geen driehoeken. Ja. Die gaan eigenlijk één op één. Ze komen om de beurt, als dat kan, voor ouders met één ouder naar hier. En dan zijn ze hier een hele dag. En dan kijken we samen naar het kindje. Wat vertelt die? Wat zou die nodig hebben? Hoe zouden we dat kunnen bieden? Wat heb jij nodig? Zodat jij je eigen regulatie kunt bewaren of dat we die mee kunnen ondersteunen, zodat jij weer je kindje kunt ondersteunen. En dat werkt erg goed. Wat mij opviel is dat je zei, we gaan niet vragen. Als een ouder zegt, mijn kind huilt te veel, dan is dat het uitgangspunt. Ja. En we gaan niet vragen hoeveel dan. Nee. Dus je gelooft de ouder is de professional van het kind, zal ik maar zeggen. Ja, ik zeg dat hier ook. Ik zeg altijd van, kijk, ik heb professionele kennis en jij bent de ervaringsdeskundige van je kind. Want niemand kent je kind beter dan jij. Mm-hmm. En ik heb wat vakkennis en dat moeten we bij elkaar brengen en eens kijken hoe dat we jou en je kindje kunnen helpen. En inderdaad, ik ga het niet in vraag stellen. Ik vind als een ouder zegt het is te veel, dan is het te veel. Ouders zeggen dat ook niet snel. Hè? Mm-hmm. Ouders zijn eigenlijk heel geduldig en wachten lang en hopen dit, misschien dat. Dus als een ouder al naar iemand anders stapt en zegt ik weet het eigenlijk niet meer en ik ben bezorgd, dan vind ik dat je die ouder gewoon per definitie serieus moet nemen. Mm-hmm. En niet moet gaan in twijfel trekken. Nee. He, want die geeft eigenlijk aan dat er iets niet goed loopt. Mm-hmm. Wat dat is, dat moet je samen uitpluizen. En misschien gaat dat nog verschuiven als je daar samen naar kijkt. Mm-hmm. Maar het feit dat een ouder zegt, er is iets aan de hand, moet je gewoon serieus nemen, vind ik. Ja. Ja. En het wordt hier ook ondersteund, hè? Want het is niet dat je rijk moet zijn om dit te kunnen... Nee, we zijn gelukkig... deel van een gesubsidieerd gezondheidssysteem hè, door de overheid. Hè. Mm-hmm. Dus alle behandeling hier past in het gezondheidszorgsysteem van België. Mm-hmm. Dus dat betekent, dat is eigenlijk een opname in een dagziekenhuis.
dat hier gewoon door de zorg wordt terugbetaald. Dus heel concreet betekent dat als een ouder hier één dag met zijn kindje komt, voor alle therapieën die er zijn, alle opvolging die er is, tot het eten toe dat ze hier krijgen, daar betalen ze uiteindelijk zelf 6 euro voor. Dat is minder dan aan de kinderopvang. Ja. Dat is 6 euro en zelfs als ze een bijkomende verzekering hebben, betaalt die dat dan weer, dan valt het op 0 euro. Ja, dus als dat zeer economisch kwetsbare ouders zijn, dan kijken we nog naar fondsen die tussenkomen. Ja. En ik vind dat erg belangrijk. Ja. Ik vind dat deze hulp voor elke ouder toegankelijk moet zijn. En niet alleen maar de ouder die het kan betalen. Ja. Ja. Dat is een mooi systeem. Ja. Ik ben daar erg blij mee dat het op die manier kan. En dat het niet voor de happy few is zo. En we zien dat hier ook, hè. Wij zien hier advocaten en artsen naast mensen die gewoon arbeider zijn, naast elkaar voor hun kindje zorgen en heel veel van elkaar leren. Leren. En elkaar echt ontmoeten daarin en elkaar als ouder ontmoeten, want dan zit je toch in hetzelfde schuitje. Oh, dat een ouder denkt van nou, hij is advocaat en, heeft dezelfde problemen. Ja, en dat is fijn en dat is ook rijk, vind ik. Ja. Je luistert naar de podcast De Verliescirkel. Vandaag is Rietvedelaars Jaspers in gesprek met Binu Singh. En is het ook nog steeds zo dat jij zelf als eerste de ouder ziet? Of, ja, dat is nog altijd zo. Ik blijf aan de poort staan. Ja. We hebben heel even geprobeerd om kinderpsychiaters in opleiding dat te laten doen. Maar ik merk dat het toch gewoon goed is dat ik zelf aan de poort sta en eerste inschatting maak. Want dat systeem werkt gewoon heel goed. Nu doe ik het samen en zij volgen het dan verderop. Maar ik zal altijd betrokken zijn bij de eerste inschatting, omdat dat moment voor mij erg belangrijk is. Ik heb zoveel respect voor de ouders die de stap hebben durven zeggen om te zeggen, het is bij mij geen rozenvolk, mij lukt het niet, wat iedereen blijkbaar met veel gemak lijkt te doen. En ik weet het niet meer en ik zoek hulp. Ja. Ik heb daar heel veel respect voor dat een ouder dat doet. En dan wil ik die graag echt beluisteren en zo goed mogelijk helpen vanaf het eerste moment. Ja, dat is mooi. Ja, en zolang ik het kan doen, zou ik dat graag doen, ja. Ja. En je zegt van jullie zijn hiermee begonnen, maar er zijn al meer... Ja, we zien, er is stilletjes aan zijn er... Want toen dat wij ermee begonnen, waren wij de eerste die baby's gingen opnemen in een dagopname. Wat ging je er dan mee doen en hoe ging je dat dan doen? Maar intussen zien we dat het goed werkt en zijn er meerdere ziekenhuizen die daarmee aan de slag zijn. En hebben wij heel regelmatig de vraag, mogen we eens komen kijken? Hoe doen jullie dat juist? En zo zit er nu in de pipeline dat we toch eens een dag gaan organiseren, dat we al die... organisaties uitnodigen en in één keer eens met elkaar uitwisselen. Daar ben ik erg blij om. Dan denk ik, oh, dit is het, daar doe ik het voor. Hè. Als je iets kunt doen dat iets kan betekenen voor deze doelgroep en je kunt andere collega's inspireren om het ook te gaan doen. Dat een soort impact wordt. Ja, want er is daar zoveel nood aan. Hè. We weten ook uit onderzoek dat regulatieproblemen, die cijfers navenant welke definitie er gehanteerd wordt, varieert van ongeveer 7-8% tot 30-35-40%. Dus het is een hele grote range. Ja. Maar als je zelfs als minimum zegt, we nemen die 7%, dan nog is dat heel veel. Ja. Dat is bijna 1 baby op 10. Ja. Dat is meer dan ADHD, dat is 5%. Dat is veel meer dan autisme, dat is 1%. En toch praten we daar niet over. En weet daar niemand iets over. En denken ouders, oh, mijn babytje huilt te veel. Ja, ik zal naar de pediater gaan. Die onderzoekt en soms vindt hij iets, maar vaak vindt hij niks. En wordt er wel een proefbehandeling gedaan. En dat is het dan. En ze geraken er niet uit. Dus jullie kijken veel holistischer, zou je dat kunnen zeggen? Ja. Dus die pediater wordt misschien toch al betrokken als het... Ja, absoluut. Dus wij gaan hier altijd, maar vaak is het niet nodig, omdat die weg door de ouders al heel vaak uitgebreid afgelegd is. Maar als dat niet zo is, dan doen we dat hier. We gaan uiteraard uitsluiten of het kindje last heeft van iets lichamelijks dat er bezig is, dat behandelbaar is. Maar daarnaast gaan we ook kijken van, ja, hoe ontwikkelt het kindje... Hoe gaat het met de ouders? Hoe zit het met de ouder-kindrelatie? Hoeveel steun heeft dit gezin gewoon te koer om door deze fase heen te geraken? Hoe is het welzijn van dit kindje? Ja. We gaan eigenlijk heel breed kijken.
Daar gaan we ook, nemen we ook echt de tijd voor. En dan gaan we de puzzel leggen samen met de ouders. Ja. Van kijk, dit is nu wat er allemaal te zien is. En als we dat nu begrijpen, wat gaat een goede eerste stap zijn? En dus heel veel ouders komen zo van, en nu ga ik het weten hoe ik het moet doen. En gaat het opgelost zijn? En dan zie ik altijd weer hetzelfde. Dan zeg ik, ja, als ik tips en tricks had, dan had ik al lang een bestseller geschreven. Mm-hmm. Als er tips en tricks waren die bij iedereen werkten, ja, dan vertel je die info toch gewoon. Dan zijn er massaal veel mensen mee geholpen. Maar dat is helaas niet de zaak. Hè. Het is heel vaak heel individueel in elke maatwerk. Situatie. Ja, het is echt maatwerk. Is kijken van, waarom loopt hier die regulatieontwikkeling spaak? Waar heeft dat mee te maken? Mm-hmm. Dat kan zeer, zeer, zeer gevarieerd zijn. Kun je nou eens een voorbeeld noemen wat je dan ziet? Want ik denk dat het ook is dat ze elkaars taal moeten leren begrijpen. Ja, ja. Wat kun je zien waarvan je zegt van, dan kan ik ouders al snel laten zien van, goh, als je dan net iets anders doet of je dat signaal oppikt, dan gaat het al een stukje beter. Ik denk dat een van de hoofdzaken waar we mee afkomen, en dat voelt voor de ouders altijd een bocht, maar het is een bocht die we toch moeten nemen, is dat ik ze uitleg van, kijk, doordat je kind ontroostbaar en veel huilt, of slecht slaapt, of slecht eet, of een combinatie, hè, of heel vaak heel onrustig is, dus gedisreguleerd is, ben jij ook gedisreguleerd geraakt. Hè? Je hebt ook slaaptekort, je bent moe, je hebt stress, dat. Mm-hmm. Dus het is gestart bij je baby, but the way out will start with you. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat we als eerste moeten doen, is de co-regulator terugvinden voor de baby. En dat ben jij. Mm-hmm. Hè? Dus als eerste wat we gaan doen, is zoeken hoe kunnen we jou helpen om terug je regulatie te hervinden, zodat we terug een partner hebben om co-regulatie aan het kindje te gaan bieden en het samen voor het kindje te gaan doen. Omdat dat veel belangrijker is. Ik zou het kindje kunnen overpakken en het meteen laten zien. Kijk, ik krijg die rustig, maar wat bereik ik daarmee? Niks. Ik ga daar alleen maar een ouder schuldgevoel mee aanpraten. Oordelen, jij doet het fout. Kijk, ik kan het wel. Het ligt helemaal niet aan de baby. Dat is die bekende oma die zegt van, bij mij slaat het wel. Ja, maar ik zorg niet 24 uur, 7 dagen voor dat babytje, die ouder wel. Dus ik moet vooral die ouder helpen om daarmee weg te geraken. Ja. Dus ik ga eigenlijk, als je zegt, wat is zowat het eerste dat je toch met veel ouders bekijkt, is toch te gaan kijken van, hoe gaan we zorgen dat je terug aan zelfbehoud kunt doen. Ik praat al niet meer over zelfzorg, dat is de volgende stap. Zelfbehoud betekent, ik kan genoeg slapen, ik heb stress dat menselijk is, en ik heb tijd om te eten en om te drinken. Mm-hmm. Ja? En zo heel basic, waar ieder mens gewoon recht op heeft en nodig heeft om te blijven bestaan, kunnen we dat beginnen herstellen. Want als jij uit die toxische stress gaat, dat is de eerste stap voor jouw kind om daar ook uit te komen. Ja. Dus we gaan eigenlijk de bocht nemen van, mogen we voor jou goed zorgen? Mm-hmm. En samen met jou voor je kind goed zorgen. Mm-hmm. We doen het wel tegelijk. Hè? Dus als de ouders hier zijn, gaan we ze ook ondersteunen in hulp bieden aan het kindje. En gaan wij de ouder zelf ook hulp geven. Mm-hmm. Dus het is niet dat we dan zeggen, we kijken niet meer naar het kind, we zijn alleen maar met die ouderen bezig. Mm-hmm. Dat is ook, maar het is wel een parallel proces. Ja. En heel vaak zien we, als de ouder terug meer grond onder zijn of haar voeten krijgt, en dan gebeurt er iets heel moois. Hè. Dan zie je de... Je gaat bij stralen. Ja, dan gebeurt er iets heel moois en elke keer weer ontroert mij dat. Dan kan die ouder terug de ouder zijn dat die is bedoeld te zijn. Uh-huh. En ik moet die helemaal niet vertellen dan wat dat die moet doen. Die vindt gewoon terug de eigen comfortzone waar we het er straks over hadden. Of de window of tolerance, hè, zoals we dat in het vakgebied noemen. Ja. Die komt terug in die zelfregulatie terecht. Die heeft terug verbinding met zichzelf. Die voelt weer wie dat die zelf is. En van daaruit kan die weer de ouder zijn dat die eigenlijk kan zijn. En dan zie je vanzelf dat die ouderlijke intuïtie gewoon magisch goed werkt. Uh-huh. Dan is die ouder weer ontstrest genoeg om te kunnen zien, ah, maar mijn kind vertelt mij dat. En dan weten ze dat perfect te verstaan. En ze voelen het perfect aan. En dan moeten we ze eigenlijk alleen maar aanmoedigen en bevestigen. Ja. En dus in elke ouder zit gewoon een goede ouder. Uh-huh. Maar die raakt gewoon ondergesneeuwd door alle stress.
En als je dat even wegpakt, dan zie je ze weer tevoorschijn komen. Ja. En dan zie je gewoon dat als je hun zelfzekerheid en zelfvertrouwen en zelfregulatie ondersteunt, moeten we eigenlijk zoveel niet meer doen. Mm-hmm. Ik zou veel langer met je willen praten. Ja, ik was daar nu ook aan het denken. Eigenlijk hadden we veel meer tijd moeten uittrekken. Ja. Maar, had jij nog, want dat vraag ik altijd, had je nog een tekst waarvan je zegt van goh, die zou ik willen delen? Ja, je had dat gevraagd. Hè. Ik heb daarover nagedacht. En ik kwam op twee dingen uit. Eentje hangt hier. Hè, ja, in mijn, dat dacht in ik mijn, al. Hè, ja, it takes a village to raise a child is een van mijn favoriete quotes. Omdat dat helemaal omvat wat ik net vertel. Ja. Van, je kunt niet helemaal op je eentje alles perfect doen voor je kindje. Je hebt daar steun en hulp bij nodig. En goed genoeg is oké. Okay. Het moet niet perfect zijn. Hè. Ja. Maar die village moet er wel zijn. Dus dat netwerk om, de ouders heen. Ja, dus degene die de ouders dragen, dat is toch wel heel belangrijk. Zodat de ouder aan het kindje kan geven wat hij nodig heeft. Een andere bij mij is vaak ook, een andere quote, is de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. Oh ja. Dat is een andere, dat is een tegenhanger daarvan. Ja. Ja? Om daar een voorbeeld van te geven. Heel veel ouders zeggen, ja, maar ik wil er echt zijn voor mijn kinderen. Ik wil daar heel goed voor zorgen. Maar daardoor ontkennen ze elke behoefte van henzelf. Mm-hmm. Ja, zelfs een babysit mag voor sommige ouders niet ingeschakeld worden. Want hè, die gaat dat niet goed doen. Of... Mm-hmm. En dan denk ik, ja, je hebt hele goede intentie om er heel erg te zijn voor je kind. Maar door je daarin te verliezen, in die intentie, put je jezelf zodanig uit dat je er niet meer echt kunt zijn voor je kind. Dus je zit de lat misschien te hoog. Ja, je hebt een hele goede intentie, maar het creëert een beetje, of het onderhoudt een hel voor u en voor je kindje. En dan denk ik, ja, of heel veel mensen om ouders heen met goede intenties, heb je dat al eens geprobeerd? Oh, ja. Zou je het zo eens niet doen? Of breng die anders eens een keer bij mij? Misschien... Ja. Allemaal goede intenties. Verschrikkelijk voor ouders om te horen. Hè. Wat die nodig hebben, is dat je luistert. En dat je zegt, oké, vertel een keer. In plaats van dat en dat en dat en dat en dat. Al die ongevraagde adviezen. Al die ongevraagde adviezen. Hè. Ja, vandaar dat ik van die quote ook wel heel erg hou. Ja, dankjewel dat ik toch mocht komen. Ja, en heel graag gedaan. En ik zou inderdaad hier nog zeker een uur of twee mee kunnen blijven praten. En ben ook zo nieuwsgierig naar wat u in het begin zei. Hechting, trauma, rouw. Ja. Dat is inderdaad allemaal erg verbonden. En ik zie dat hier elke dag hier. Hè. Bedankt voor het luisteren. Elke maand komt er een nieuwe aflevering van de Verliescirkel online. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast.